Ja, het moet ook beter. Ik bedoel, de wedstrijden die we de afgelopen weken verloren of gelijk speelden, kan je winnen. Dus daar deel ik die mening in. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Jullie krijgen niet heel veel goals tegen, maar als je zelf niet scoort, dan wordt het lastig om een wedstrijd te winnen. Ja, en dat is het. We verdedigen met z'n allen, maar we moeten ook met z'n allen aanvallen. En als je dat doet, dan scoor je ook wedstrijden. Heb je er een verklaring voor? Want daarvoor, wat ik al zei, tegen Os bijvoorbeeld win je met 4-2, dan lukt het wel. Waarom lukt het dan de laatste weken zo moeizaam? Ja, daar heb ik geen verklaring voor. Het gebeurt gewoon. Ik bedoel, wat je net al zei, verdedigend staan we goed. Alleen aanvallend, heb je het geluk niet mee. Frustrerend. Ja, nogal. Ik bedoel, want je wil elke wedstrijd winnen. En als je dan niet scoort, lopen de frustraties bij iedereen ook wel op. Merk je ook in het team, jullie spreken daar elkaar ook op aan. Nou ja, je weet van elkaar wat iedereen kan. En doelpunten maken, dat wil iedereen. Maar dat kan niet iedereen. Je wilt het wel van elkaar. Het gebeurt alleen nu niet. Komt wel een aardig weekje aan met morgen de wedstrijd tegen Jong Ajax en dan de bekerwedstrijd tegen Excelsior. Dat zijn twee wedstrijden van ik denk. Ja, dan kun je het goede gevoel en het chagrijn een beetje omdraaien. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, tegen Ajax moet je gewoon 3 punten pakken. En dinsdag gewoon doorgaan in de beker. Ondanks een amateurclub moet je natuurlijk niet onderschatten. Niet te vergeten dat ze ook een Eredivisieclub eruit hebben gekogeld, zo gezegd. Ja, ik vind dat je nu moet laten zien als Den Bosch zijnde van luister, wij zijn Den Bosch, wij gaan verder. Dat moet je uitstralen op het veld, wil je zeggen. Ja, zo hoort het ook elke wedstrijd. Wij zijn Den Bosch en hier valt niks te halen. Dat moet de mentaliteit zijn die de groep de tentoon moet spreiden. Ja, vind ik van wel. Jouw eigen positie, eerste seizoen bij FC Den Bosch. Ik zag al meer bij Feyenoord in de jeugd gezeten, nu hier beland. Hoe bevalt het hier in Brabant? Ja, heel goed. Hele leuke club, een warme club. Ik voel me hier, ik ben snel gewend hier zo. En ik voel me echt wel thuis bij deze club. En met ambities neem ik aan, dat je echt aan een topclub hebt mogen ruiken. Zeg als ze wel ambitieus zijn, wat zijn je ambities? Ja, ik hoop zo hoog mogelijk. Ik bedoel, ik zou hier na deze stap zou ik wel een stap omhoog willen maken naar de Eredivisie. En zo verder. Misschien naar het buitenland. Of dergelijke. Ja, dat weten we niet, hè? Die droom is er altijd nog. Ja, zeker. Ik denk bij heel veel jongens hier bij deze club. Ja, het is echt een club om jezelf in de etalage te spelen en een volgende stap te zetten. Ja, zeker. En stel je komt met de club volgend jaar omhoog, ja, dan weet je nooit hoe het kan lopen. Doel is voor jullie nog steeds hetzelfde, play-offs halen. Ja, play-offs halen en als we hem halen, willen we hem gewoon winnen. Zo simpel is dat. Zegt de speler van de ploeg die de laatste 4 wedstrijden 2 puntjes heeft gesprokkeld en amper scoort. Ja, we zullen toch. In het begin scoorden we wel veel, dus dat niveau moeten we gewoon weer oppakken. En dan komt het wel weer goed.